asielzoekers binnenlaten dan ze nu doet. Wie is het eens? Er zijn heel veel dorpen waar er maar bijvoorbeeld 200 inwoners wonen en er zijn er bijvoorbeeld 300 asielzoekers. Europa heeft migranten nodig om de economie draaiend te houden. Waarom zou je zeg maar, mensen uit een ander land nodig hebben om zeg maar, de economie draaiend te houden als er toch al mensen in je eigen land zijn die niet eens werk hebben? De vraag is, wat weet je van het vluchtelingenvraagstuk in Europa? Wat je ervan weet, mag je gewoon intypen. En als het allemaal goed gaat, dan verschijnt dat direct hier op het bord. Nou, die spreekt er heel erg uit, hè, ISIS. Maar dan wil ik wel even weten, wat heeft ISIS dan eigenlijk te maken met de vluchtelingenproblematiek? Aangezien ISIS zeg maar, heerst over Syrië, zeg maar, daardoor gaan ze dan zeg maar, vluchten van dat land. Nou, je kon wel echt zien van de ene persoon die denkt er zo over en de andere persoon denkt er op een andere manier over. En je ziet ook wat iedereen denkt in het algemeen. We gaan nu zelf eventjes zoeken naar informatie. Hier, welke achtergrond hebben we daar? Smokkelaars vragen veel geld voor slechte bootjes. Hij doet het best wel goed. Hij is wel een beetje zenuwachtig, maar hij doet het wel goed. En hij vertelt het ook op best wel op een leuke manier. En je ziet ook dat hij er zijn best voor heeft gedaan. Stel je voor, dit is een conferentie, een vergadering. Nederland zit daar, die zijn de voorzitter. Een methode als deze, die werkt denk ik heel goed. Omdat je het niet alleen maar vertelt en uitlegt, maar je laat het ze eigenlijk zelf meemaken. En ja, dat is eigenlijk de beste manier, denk ik, om iets echt te begrijpen. Wij als Griekenland hebben het heel erg lastig. We hebben een overeenkomst bereikt met Frankrijk. Dat was een hele actieve groep die mee wilde doen. Heel enthousiast waren. Ik vond het een leuke interactie. Ik heb het met heel veel plezier gedaan.